Nou, Bakker Bas, ja, de publiciteitsstunt heeft geholpen. Ja, Bakker Bas, we moeten er wel aan wennen, hè. Maar ja, het heeft wel geholpen. We hebben natuurlijk gezegd dat we wonen op zondag waren we open. Omdat supermarkten wel open waren in Haaksbergen. Nou, wij hebben gezegd van we hebben een oneerlijke concurrentie. Dus we zijn gewoon open gegaan en ja, tot nu toe is het gelukt. Ja, betekent dat ook dat jij de rest van het jaar open bent op zondag? Ja, we hebben nu een aantal weken al gedaan, toen waren we open. En nu hebben we. Ja, nu hebben we een gedoogbeleid is nu gekomen. Dat betekent dat dat niet wordt gehandhaafd. Dus dat betekent dat ik gewoon open kan blijven. Ja, wat betekent dat ja, voor andere ondernemingen in Haaksbergen bijvoorbeeld? Ja, alles buiten het centrum, het grootschalig mag open. En in het centrum mag dan alleen de foodsector. Dus dat betekent een bakker, slager, een groenteboer die mogen open. Ik begreep dat de kledingzaken en dat soort dingen niet open mogen. En goed, ik weet ook niet of zij aangevraagd hebben om open te mogen. Want ze hebben gekeken naar wat er allemaal in is gediend. En ja, ik ben heel erg blij dat wij open mogen, want de vraag is echt enorm naar broodjes op zondag. En we hebben echt op zondag echt heel erg druk met mensen die normaal over de grens gingen. Dus ik ben heel erg blij mee. Ja, kun je nog eens aangeven waarom dat zo belangrijk is voor jullie? Nou, zondag is wel iets extra's en je wilt de klant ook bedienen. Je wilt die mensen ook op zondag de kans geven dat ze niet helemaal de grens over hoeven te gaan. Ja, en het is natuurlijk ook voor ons een extra omzet die erbij is. En ja, die kunnen ondernemers denk ik tegenwoordig allemaal gebruiken. Nou, je kunt trendsetter worden hier in het oosten van het land, want ja, daar gaan er meer volgen, denk ik. Nou ja, wat wel zo is, ik heb wel heel veel telefoontjes gehad. Ik heb een juwelierszaak uit Elburg gehad. Ik heb een slager uit Heerenveen gehad die ook gebeld hebben van God, hoe heb je dat aangepakt? Dus ik denk dat dit wel misschien wel een doorbraak is, ook voor meerdere plaatsen in het land, dat je dat aan kunt vechten. En ik denk dat je heel sterk staat. Nou, als je de bekerfinale verklooit zondag, dan kun je in ieder geval nog broodjes bakken op zondag. Ja, zondag is de bekerfinale. Zijn we wel gesloten de eerste paasdag. Dus dat is wel zo. Je moet de mensen ook wel vrij geven, het personeel. Maar ja, ik ga niet uit dat ik verklooi. Dus dat komt gewoon goed hoor. Dat gaat beide goed. En de bakkerij en het fluiten.